Ja, natuurlijk, Visje hier weer. En ik ben hier natuurlijk met Remco. En we gaan naar Spanje, Turkije. Spanje, Turkije. Nou, zeg het eens. Ik denk een nulletje 3-0 of zo. 3-0 echt voor Spanje? Nee, 3-1. 3-1. Nee, 3-0 toch? 3-0, 3-1 denk jij. Ik denk het niet, want er wordt amper gescoord, dus het zal wel 1-2-0 worden, maar... Ja, ja, of moet rood vallen voor Turkije of zo. Maar... Ja, wie weet, ze wel van temperament toch? Ja, inderdaad. Dus... Nee, maar laat je voorspellingen achter, beide comments. Dus de wedstrijd is later, 9 uur, ja. Dus wij gaan in ieder geval over naar de wedstrijd. We zitten vandaag in het... Santiago Bernabeu. Maar in Spanje. Daar zijn we dus niet. Weet je, waar is de wedstrijd eigenlijk? Spanje-Turkije? Ja, dat weet ik echt niet. Ergens in Frankrijk, denk ik. Ja, meer weet ik echt niet. Dat is een hele andere opmerking. Okay. Maar ik zat net te kijken trouwens. Ik heb helemaal geen reservespelers spitsen. Ik heb maar 2 spitsen. Ja, maar dat is wel het probleem van Spanje. Die hebben zelf geen spitsen. Nee, ze hebben wel spitsen. Eentje staat een links midden. Die staat in de spits bij mij. Standaard, ja. Hè? Dat ziet er kansrijk uit. Pedro. Gaat die Oshakuk is komt uit Zaandam. Oh ja. Wat een mooie bal. Die bal zijn ze kwijt. Je moet breien, dat is Spanje. Je moet breien tot je bij het strafschopgebied bent. En dan falen, want dan kan je niet. Wat? Schieten. Dat was op de bal, hè, scheids? Dat was echt 100% op de bal. Nou, doe dat niet. Ik dacht dat je doelpunt zou roepen. Je moet gewoon die andere hoek dan gaan pakken de volgende keer. Pedro. Oh, daar loopt Pedro. Ik dacht dat hij in de spits had staan. Lekker bal. Oh, wat is, oh, echt super dom. Oh, ik had er gedrukt al. Oh, dat is zo kut. Huh? Oh, hij loopt eens naar de bal toe. Oh, keepertje, pak hem nog. Nah, kut keep. Goal! Goal, 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 goal! Zo zouden ze schreeuwen dan niet. Sergio Busquets, man. Oh my god! Was dat een Real Madrid? Oh ja, natuurlijk. Maar kijk dan die keeper. Die stond er weer op. En op weer voor jou. Die zet, jij bent de enige die erop afgaat. España! Kroatië zit niet in FIFA 16. Nee, dat is echt raar. Leuke ploeg is dat. Zeker met Modric en met, hoe heet die andere? Oh! Slecht verdedigd is. Rakitic. Komt hier. Oh, waarom komt hij hem over? Het zag er helemaal slecht uit bij mij. Ah, oh, ja, toch rannetje. Calhanoglu. Calhanoglu! Oh, wat een schild dat. Je weet zelfs van Turkije, weet je zelfs. Ja, krijg je een overtreding en de scheidsbesluit om te laat, klopt helemaal. Ja, maar het is wel een terechte kaart. Oké. Sinds 2012 is het ook mogelijk om de kleedkamer van het eerste elftal te bezoeken. Ja, en dan kunnen ze een selfie maken voor het kledingkastje. Rennen nou een keer. Ik heb het eigenlijk nooit zo het veld is zo breed, ik moet veel te veel lopen. Wat is nou die aantrekkingskracht van die kleding? Lekker, heerlijk zelfs. Zo, schijf. Nee. Hij heeft toch geel door niet? Nee. Oh. Zijn boekje uit zijn zak halen. Nou. Maar jij draaide weg op mij tackelen. Ah, dus kom op nou. Dat is echt kut. Weer rood. Was het Sergio? Ja. Nou, weer rood. Je kan je beter vragen wanneer ik geen rood. Ja, maar dit is ook niet zo slim. Je draaide weg. Ja, duh. En ik pakte ook trouwens de bal. Het was echt helemaal niks. Je hebt wel heel veel terecht een rode kaart voor jezelf, hè? Oh. Nou, kom, ze loopt net langs de man heen. Dat is super irritant. Nee, hele slechte time tackle. Oh. De bal loopt over de achterlijn, hoekschop dus. Echt bullshit. Nee. Oh!
Hij zat er gewoon in hoor, anders. Ja, ik liet de keeper half uitkomen, omdat hij helemaal uit positie was. Jezus. Gewoon rennen. Niet happen nog. Lekker. Ik denk dat als die spits ja, gewoon bleef staan op zijn hoofd pakte, dan ging hij er gewoon in. Maar ja, dit leek niet eens op schieten. Maar ik weet niet of hij buitenspel stond, maar niet. Kom op. Arda. En de bal gaat weer terug. Nee, dan komt die andere er weer bij. Dat is ook een irritant tikkeltje van mij ertussen. Daardoor ging jij naar mijn andere... Ik kon niks meer. Ik moest er wel of de langs of spelen. Jumas, door. Wat een snelheid. Nou, what the fuck? Geeft hij al aan, maar die zelf ik schoot eruit naar links, helemaal niet naar rechts. Ik snap niet waarom die bal naar rechts ging. Ja, ik weet het geel. Weer geel. Maar oh, lekker, het is Ramos. Als hij nog even geel pakt. Nee, dat kan niet, Chris. Ben ouwe. Ik heb legspijkers van jou. Ik heb echt nergens last van. Kleintje. Uh-oh. Moet weer een voorzet die niet aankomt. Ja! Shit! Wat? En dan ga je zo te klein en ik kom er toch niet binnen. Wie is het eigenlijk? Hé, hey, het is een Nederlander. Ja, een Nederlander scoort. Ja. Hé. Hey. We hebben er toch nog een beetje bij. Heerlijke goal trouwens, dit is mooi. Kom! Nee, weer een matige Pasen nou. Kom, binnenhouden. Kijk eens. Oh, lekker! En de Turken maken er een hoekschop van. Komt er weer wat Turkse kopkracht erin. Nee! Schiet hem tegen op de grond ligt. Voor niks rook gekregen ook. Zo kut is dat. Je variantje. Oh! Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar ja, de keeper redt die bal. Ja? Nee! Waarom verpest ik het steeds? Nee, buitenspel schijnt het niet. Dat ziet er goed uit. Nee! Yes! Yes. Wat een kans! Wat een kans! Wat een kans! Het mag ook gewoon, ik hang ze bovenop je nek. Hop. Pedro. Ja. Oh, hij komt ook nog aan ook. Dat is ongelooflijk. En die bal gaat achter, het is een hoekschop. Oh, je hebt wel Morata erin gezet. Keepertje! Wat doet de keeper? Kom aan! Go, 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 go! Ja, het is een verdedigende speler voor jou. Wat? Ja, maar die keeper moet hem gewoon hebben. Ik laat de keeper uitkomen, hij is dicht bij het doel. En hij duikt gewoon onderdoor. Blundertje. Ja, lekker moment voor een blundertje. 81ste minuut. Op. Naar mijn passie, ik stond met 11 man, hè? Op Calhanoglu rennen. Ja, ik moet wel. Zo, schijt, is rood ook. Ik moet wel, ja. Werner, dit is geel. Ja, dit is geel. Een aantal geel. Totaal niet op de bal. Weet ik. Dit was nood. Dit was een noodrem. Dit was echt een noodrem. Hij had toch geel. Doei, ja. Ramos. Weet ik. Maar dit was de noodrem. Dit was gewoon de noodrem. Klaar. Kut! Kut! Ik vergat de powerknop in te drukken. Ik kan geen wijziging meer aanbrengen, zo'n teringlijn. Kutzooi, ik had gewoon een gratis kans op doel nu. Ja, jezus, nog langer wachten. Nee, kan niet meer. Kutzooi. Kom op. Voor het doel. Wat een waanzin. Nee! Ik kan het aannemen, want het was zo'n mooie gelegenheid. Ta-ta-ta-ta-ta. Misschien moet hij het een keer proberen. Ga je nog één kant, toch? Kom aan. Arda. Eén kans. Nee! Wat een kutpaas! Nou, ga die ja, kom aan! Ga je nog één kant.
Nee! Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 2-1. Tijd. Toen ze met minder spelers verder moesten, dacht ik dat ze het wel konden vergeten. Maar nee, tijd dat is nog een overwinning. Ja, het is net alsof er dan een knop omgaat, even. Iedereen gaat een stapje extra doen, omdat je met een man minder bent. Ha. Nou, hier hoort ook zeggen, iedereen gaat een stapje extra doen als je met een man minder bent. Blijf maar doen. Dat is het voordeel. Ja, weer gewonnen. Yes! Ja, het is ook wel fijn als je een keertje wint elke ja. Dus, nou ja, vergeet in ieder geval niet te liken natuurlijk. En dan zijn we weer snel met de volgende wedstrijd. Volgens mij morgen alweer. Ja, bijna elke dag komt er een FIFA-video. Het is gewoon leuk natuurlijk, in ieder geval met de EK. Dus, veel leuke wedstrijden. Wat zei je? Veel leuke wedstrijden. Ja, leuke wedstrijden. Dus tot de volgende keer. Bye bye, later. Bye dan.